Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Er trekt bewolking over ons land en die bewolking wordt geleidelijk dikker. De voorste begrenzing is vooral sluierbewolking en middelbare bewolking. Maar vanaf het westen nadert die dikke wolken en komt er ook wat regen. Aan het eind van de ochtend al in het westen van het land. En in de loop van de middag wordt het dan op steeds meer plaatsen een natte boel. Als laatste ook in het oosten. Aan het eind van de middag begint in het westen de neerslag buiig te worden. En kan er ook wat onweer bij zitten of misschien zelfs hagel. Het wordt 7 of 8 graden vandaag. In de avond hebben we dus te maken met buien... en in het ook een enkele opklaring. De temperatuur gaat langzaam iets omlaag. In de nacht koelt het af tot een graad of drie. En de buigheid gaat eigenlijk gewoon door. Morgen overdag hebben we de meeste buien in het westen van het land. In het binnenland is het wat vaker droog. En langs de kust kan er ook nog steeds onweer voorkomen. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, 7 of 8 graden op de thermometers. En het wordt dan donderdag geleidelijk aan een stukje rustiger. Met woensdag nog wel een paar buien, vooral in de kustgebieden. Donderdag op veel plaatsen een droge dag. Een graad of 7 op de thermometers. En dan zien we vrijdag geleidelijk de bewolking weer toenemen. En de kans op neerslag wordt dan ook weer wat groter. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.